What's up, people of the good life? Daar zijn we weer. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En dit keer is het een challenge video. Die hebben we al lang niet meer opgenomen. Maar ik zal me voorstellen. Mijn naam is Andy. Dit is mijn zusje Daisy. Die is de gast en die gaat meedoen met deze challenge. Heb je zin in? Zeker, ben benieuwd. Mooi. Even een korte uitleg wat we gaan doen. Het is dus een taste challenge wat we nu gaan doen. En dit keer gaan we het doen met verschillende chocoladerepen. Ik geef een voorbeeld. We krijgen een huismerk. Een huismerk chocoladereep en een A-merk chocoladereep om te proeven. Mm-hmm. En dan gaan we proberen het verschil te raden wat is. En we weten ook niet wat voor chocoladereep we krijgen. Dat is nog het moeilijke eraan. Wij worden geblinddoekt. Dus we weten helemaal van niks. Ferdy heeft alles gehaald. Voor ons is het echt een raadsel. Dus laten we maar gaan beginnen met de challenge, zou ik zeggen. Ja, dus we krijgen een punt voor het raden van de chocoladereep. Yeah. En een punt als je goed raadt welke de A-merk. Inderdaad. En wie de meeste punten wint, heeft... Die wint. Die wint. En, nu toch even erbij zijn, ga ik toch even een kleine twist aan gooien, wat zij nog niet weet. Ze is altijd bang dat we iets geks gaan doen, maar dat doen we dus niet. Maar de winnaar krijgt wel een leuk prijsje. En het prijsje is, de winnaar krijgt, of wel liefst, 20 euro. Of, ik krijg mijn 20 euro gewoon terug. Of als mijn zusje wint, wint zij 20 euro's. Nou. Heb je er zin in? Zeker. Oh, laten we maar gaan beginnen. Laten we dan, hè? Laten we de blinddoek maar opzetten, hè. Als mijn grote hoofd aan kan. Succes. High five. Ik zie je niet meer. Probeer. Ja. Nog een keer. Yes. Ronde 1. Oké. Oh. Dit is de eerste ronde. Oh, ik heb er 1. Oh ja, ik weet niet al wat het is. Oh. Ik weet al wat het is. Oké, dit is niet helemaal op. Ik vind... Wat is het tweede? Oké, nog wat? Ga weg. Oké. Het voelt wel hetzelfde. Ik denk dat ik het weet. Ik ook. Ja. Stop. Ben je geblinddoekt aan het drinken? Ja. Oké, mensen, dat is ronde 1. Ja. Eerst de chocola. Maar tegelijkheid zeggen, toch? Ja, oké. 3, 2, 1, Twix! Was het goed? Oh, oké. Past wel. Ja, nee. Oké, en nu moeten we dus zeggen welke de A-merk is. Oké. Ik denk deze. 3, 2, 1. Boep. Hoté! Waarom dacht je? Ja? Ik vond die tweede was creamier, dikker. Ja? Nee, maar was het dikker. Maar dat voelde ik niet. Ik voelde de smaak. Ik proefde dat die tweede wat creamier was. Gewoon echt de smaak had. Ja. Ik vond zeg maar de eerste chocola een beetje cheapy. Ja. Had een gekke smaakje. Niet ook gewoon lekker, maar het smaakte iets anders. Iets anders, ja. En mij viel het op dat die huismerk dunner was of zo. Oh, is dat waar? Is dat wat tussen mijn oren? Lijkt wel iets dunner. Ja. Oh, ik had het echt niet door. Ja. Yes! 2 punten! Op naar ronde 2? Ronde 2. Ja. Oeh, zijn kleedjes. Nog meer? Nee. Nog meer. Oké. Echt spoelen. Oké. Ja? Ja. Ik voel wel hetzelfde aan. Ja. Ik weet toch meteen welke de huismerk is. Nou, nee. Ik twijfel. 3, 2, 1, Mars. En de huismerk. Ja, ik weet niet. Of nee, de A-merk. 3, 2, 1. Nee! Ja! Yeah! Nee! Mijn, hoe zeg je dat? Mijn
beredenering. Yeah. Ik vond de eerste was steviger. Ja, dat wel. De tweede was heel zacht. Hoe noem je dat? Die Noga? Mm-hmm. Dat was heel zacht. Dus ik dacht opeens van, nee, ik denk dat een A-merk steviger is. Nou, gaan we naar ronde 3. Ronde 3. Waar vertel je al? Ja? Ik ruik al wat het is. Oh, ik ruik het ook al. Wat een geluk. Ready? Nee, gewoon op. Ik zat een mouw erop. Ik hoop niet dat dit de aanmerk is. Oké. 3, 2, 1. Snickers. Yes. Maar welke... Ja, ik vind deze wel moeilijker hoor. Ik had deze wel... Maar ik hoop niet dat het een tweede was. Ja. 3, 2, 1. Hamer is 1. Yes. Yes. Ja, die tweede had voor mij dus een kartonsmaak. En ik vond hem ook te dun. Te dun? Zo. Ik weet niet, het was heel gek. Hij was dunner. Was het dunner? Oh, ja. Zo, de layers. Hij was, ja. Oh, nee, ja. Gewoon die hele reep was hele reep, dunner, ja. Of zo. Hmm. Of noem je dit? Dunner? Dunner? Wat? Yes, oké. Okay. Oké, op naar ronde 4. Ronde 4. Zo. Eikel. Oh, ik voel het al. Oh. Ja? Ja. Onderkant hetzelfde. Dikker. Deze smaakt echt hetzelfde. Ja. Hij is misschien wel dikker inderdaad, maar het is niet dat ik denk, oh joh, die andere is echt lekkerder. Of deze is lekkerder. Ja. Vind je niet? Ik zou van deze woord huis met prima kunnen eten. 3, 2, 1, crunchy. Oh, die had je ook nog en dan dit. Crunchy with. Ping! Ontspelde. Oké, 3, 2, 1. Ja, allebei goed. Yay! Weet je waarom? Bij mij? Klopt het dat in die eerste een logo zat? Ja. Ja, voelde je dat? Ik voelde dat. Ik dacht, oké. Okay. Oh ja, cheat. Ik moet ook beter voelen, man. Cheaten. Ik eet het ook gewoon gierig gelijk. Je moet ook toch voelen. Dan gaan we naar ronde 5. Ik ben aan het verliezen. Ronde 5. Go. Ja? Zo. Een bonken stuk. Mooi, yo! Wat is... Heb je ook een groot stuk? Ja, 3. Oh ja, 3, ja. Oké. Okay. Precies, hij hoort in 3 als je naar de buitenkant voelt. Ja. Okay. Welke reep zijn die dan? Oh ja. Oh, ik ruik het al. Hoe ruik het al? Ik ruik het. Ja. Oeh, hij is wel heftig. Ja, terug. Oké. Okay. Dit is wat dunner. Kijk of ik een logo voel. Ik ga niet veel, ik hoor een beetje misselijk nu. Oké. 3, 2, 1, verkade. En dan hazelnoot chocola. Bankjuk, hè. Kan die goed? Ja, het was dan. Oh ja, oké, okay, maar dan weet ik wel welke het is al. Ik ook. Ja, 3, 2, 1. Nee? Nee? Nee, joh! Kijk, ja toch? Ik dacht deze
waarom? Verkade is meestal dik. Toch, ja. Nee. Oh, shit. Oh, grappig dat jij hetzelfde dacht als ik. Hè? Want ik dacht juist... Yes, ik kom weer bij, ja, maar ik sta weer een punt achter. En ik dacht juist, oh, het is Milka, want deze is dun, weet je, die laatste. Yeah. Want die... Eerst was inderdaad, ik dacht eerst verkade, maar ik vond hem wel echt chunky. Ja, en heftige smaak. Ja, de smaak was niet lekker. Oké. Okay. Echt voelde dat je goede tekst voelde. Van verkade? Ja. Oh. We gaan nu naar ronde 6. Ronde 6. Wat was het effect van het heel veel proeven? Go. Oké, okay. Een haar. Je hebt allebei. Oh, deze is heel glad. Ja. Oeh. Oeh. Niet zeggen alsjeblieft niet dat dit puur is, schat. Oh, weet je als dit puur is? Het lijkt wel een puur, man. Ik ga niet, ja. Ja, waarom doe je dat? Leeuw, dat is zo goor. Ik kan dat niet eens proeven. Ja. Dit is zo goor. Ik hou het niet van puur. Dat doet hij expres. Hij is echt niet aardig. Oh, wat is 100% puur of zo? Oh my god. Eeuw, dit is zo goor. Oh. Ik snap echt niet dat mensen dit lekker vinden. Het smaakt gewoon naar... Oh. Ik leg hem terug, gadver. Ik heb hem wel ergens lekker neergegooid. Ik weet niet welke merk dit is. Ik kan nog gewoon, nee. Oké. Okay. Nee. Next. Thank you, next. Oh, dit is zo goor. Oh, nee. Oh, ik moet drinken, man. Ik ook. Nee. Waar is mijn drink hier? Tot de volgende al? Ja. Mm-hmm. Oh, ja. Oh, dat is zo dik. Oh, nee. Nou, deze lijkt minder. Ik vind dat ik een logootje voel. Ik voel wel iets. Ik voel niks. Ga je het hard? Dit is wat minder erg. Ja, dat wel, ja. Yo, nee. Maar die andere was echt hoor. Oké. Okay. Ik heb genoeg geproefd. Ik kan me ook geen merk voorstellen. 3? 3, 2, 1. Verkade. Puur. Puur. Huh? 75%. Oh, zie ik 75%. Echt een eikel. Kijk. Het is nog mild, hè? Je kan nog hoofdpijn. Hij weet dat wij niet wij totaal van puur houden. En ik krijg hoofdpijn van chocola, hè? Dus hoe hoger de percentage, hoe meer hoofdpijn. 75. Dan ben ik op. Oké, 3, 2, 1. Ik niet. Wat? Oh, wij allebei niet. Die tweede was dikker, hoor. Ja. Maar is er allebei 85%? Nee. Oh, daarom. Oh. Zie je? Drumrolls, please. Je hebt 9 punten. Andy? Oh ja, 9 punten. Maar met 10 punten, oh. Stacy! Yeah. Oké, okay. Stacy! 20 euro! En deze 20 euro is voor jou. Nou, had je niet hoeven doen, hoor. Eerlijk is eerlijk, je hebt toch gewonnen. Maar ga je ons sorteren? Yes, mensen, dat was weer de challenge. Ik ben verslagen. Yeah! Door mijn zusje. Helaas. Volgende keer ga ik hem winnen. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Laat het even een like achter. Subscribe ook even naar ons kanaal. En laat even een reactie achter. Misschien dat jullie een suggestie hebben wat we nog kunnen filmen. Misschien nog andere challenges. Van deze komt waarschijnlijk een langere, meerdere. Dus een serie van deze challenge. De volgende keer gaan we bijvoorbeeld chips proberen of frisdrank. En genoeg opties. Genoeg opties, inderdaad. Bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende keer. Doei! Doei!